Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en we gaan Carcassonne verlaten en we gaan richting Avignon. Marcel die rijdt naar de uitgang. Ik zal de camera even omdraaien. En gaat daar proberen met de kaart te betalen. Het is hem tot nu toe nog in één keer gelukt. Maar goed, gelukkig kan het ook met contant. Anders zouden we een probleem hebben. Het is zonnig, het is warm al. Ik denk dat het net 8 uur is geweest. Er is al 1 camper weg. We hebben hier vannacht met z'n vieren gestaan. Heel rustig. En we gaan eens even van dichtbij bekijken of de betaling gaat lukken. We gaan eens kijken of het lukt dit keer. Dit zijn de prijzen. Na 8 uur 2 euro per uur. 8 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens gratis. Daar gaat het kaartje. Tientje. Ja. Oh ja, wacht. En nu? Kaart erin. Bonjour. Bonjour. Ik heb geen flauw idee. Je moet je niet eens je pincode in toetsen. Nee, hij zegt bonjour. Hij zegt bonjour. En je ticket komt eruit. Payment. Nou, je hebt 10 euro betaald. Nou, ik ben benieuwd. Kan ik dan ook nog een bonnetje? Moet je je ticket weer... Vraag me af of je nou betaald hebt. Ja, ik ook. Hij zegt, presenteer je je ticket. Ja, dat deed ik. Ja, maar dat zegt hij nu weer. Bonjour, goedemorgen. Ja. Presenteer je ticket. Maar misschien is dat voor de volgende. Dat is voor de volgende. Als je hem nou vlak tevoren rijdt, dan hou ik hem ervoor. Dan zie je het vanzelf wel. Wat een toestand elke keer. En niet alleen hier in Frankrijk, maar in Spanje ook. We gaan het gewoon proberen. Geef mij dan dat kaartje. Ik heb steeds ruzie met die dingen hier ook. We gaan het gewoon proberen. En anders gaat hij maar weer achteruit. Voor degene die hier wel vaker mee te maken heeft, die zal wel denken, wat een klunzen. Maar dat geeft niet. Eens even kijken. Hierin. Hoppatee. Merci de payer. Dan moet ik een code intikken. Komt hij er nou nog wel uit? Nou. Hé, hey, er gebeurt wat. Ja! Nou, het is gelukt. Daar gaan we. Voor het eerst. Oh, ik wil er ook nog door. Goed.
Het is voor de eerste keer gelukt. We gaan naar Avignon. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way, I found my way. We zijn aangekomen in Avignon en staan op camping La Bagatelle. Ja. Ja. Aan de rand van de oude stad. We lopen de camping af, klein stukje, die kant op, naar de brug en dan zijn we er al. We gaan nu maar even kijken, we blijven hier wel twee nachten staan. Maar ja, weersverwachting is weer niet goed. Ook al zit het er vaak naast, hè? Ja. Dan zegt het dat ik zeg weggooien die weersverwachting. Ja, was in Andorra ook, hè? Zou alleen maar regenen en we hadden schitterend weer. Dus koop hier morgen ook, maar ja, we wachten het toch maar niet af, hè? We gaan eerst even een stukje lopen er doorheen. Dan hebben we nog op al de hoogtepunten gezien. En schijnt morgen de zon, dan gaan we de rest bekijken. Ja, en anders kunnen we nog een heel stuk hier fietsen. Dus komt allemaal goed. Oké. We nemen jullie weer mee. Zeker. We hebben de camping even verlaten. Daar is een oude brug, wat is een restant. Die loopt niet naar deze oever. En aan de overkant gelijk de oude stad van Avignon. Hier is een brug die wel naar de overkant gaat. We zullen alleen nog even kijken hoe we erop komen. Ik denk daar waar die twee mensen vandaan komen, daar eronder door. En dat we daar dan ergens omhoog kunnen. We gaan eens even kijken. Nou, van het echtpaar wat daar net aan kwam lopen gehoord dat inderdaad daar de toegang tot de brug is. Alleen het schijnt een grote trap te zijn. Maar goed, met z'n tweeën, dan krijgen we deze dames wel weer omhoog. Eerst maar eens even wachten tot hij klaar is met filmen. Ah, daar is hij al. Ja, via een trap. Via een trap? Hoor ik net. Een rondje lopen. Hè? Kun je niet gewoon een rondje lopen? Ja, maar dan loop je waarschijnlijk een heel eind om. Maar goed, we kijken wel even. Ja? Oké. Nou, het is dus een flinke trap. Maar zoals zegt, haal ze er maar uit. Dan draag ik de buggy wel alleen omhoog. Goed advies. Beter zou zijn als je even helpt. Maar goed, hij is er bijna. Wij gaan nu ook. Nou, na enige heig en gepuf zijn we allebei boven. We gaan de brug over. We gaan naar de overkant. We zijn net de poort binnen. En dan komen we hier binnen. De restaurantjes zijn nog leeg. Maar dat gaat vanavond wel goed komen, denk ik, met het mooie weer. Net de kaartjes gekocht. Uiteraard met 65 plus korting. Als je het bent, moet je het ook gebruiken.
Wil je de paspoorten laten zien, gaat er een piekje peperzoon af. Er is een trap en een lift. En dan ga je daar de brug op. We mogen met de lift naar boven, want de hondjes zijn ook mee in het karretje. Gewoon toegestaan. Sleuteltje van de lift, hè? Ja. Ja. Van de deur. Dus we kunnen straks ook weer gewoon naar beneden. En hier beneden het plein. Hier is de ingang van de oude brug. We zijn net met de lift omhoog gegaan, want ik heb natuurlijk de buggy. En zo loop je dus de brug op. Hij gaat tot ergens halverwege in het water en dan houdt hij op. Het is een restant. Maar wel grappig om er even overheen te lopen. Zo ziet het aan de andere kant eruit. Daar verderop de brug waar we overheen zijn gekomen. En daar aan de overkant is de camping. En dit is het eind van de brug. En wij zitten hier even in de schaduw onder een paar bomen. Marcel is nog even bij dat gebouwtje naar beneden. En binnen kun je nog met de trap omhoog en dan kan je een stukje over de muur lopen. Dat is hij nu aan het doen en het is zo vreselijk warm. Ik ben met Duchess en Queenie even hier onder de boom gaan zitten. Wij wachten wel even tot hij terug is. Nou, hier kun je naar beneden. Laten we even kijken. De kapel beneden. En dan komen we hier terecht. En daar is hij weer. En wat heb je allemaal gezien? Nou, de brug. Je kunt een stukje lager. Ja, dat gebouwtje. Ja. Daar kon je naar beneden. Daar kon je naar beneden. Er zit nog een soort kapelletje beneden. De
kun je ook op een uitstekend puntje kun je nog staan, dan zie je op de brug een stukje zo. Oké. En dan daar nog een stukje de brug op, of de muur op. Dan kom je daar bij een toren, maar dan mag je daar weer niet verder. Dan mag je niet verder. Die zit dicht. Die zit dicht. Die zit daar. Die toren. Ja. Je kunt er wel in, maar waarschijnlijk vanuit het kasteel. Oh. Maar dat gaan we niet doen. We zijn aangekomen op de Place du Palais. En dat is de Palace. Le Palais des Papes. En natuurlijk de horeca. Uitzicht op het paleis. Plein. En hier achter me. Kan het ook anders. Een kathedraal, de kathedraal van Avignon. En in bijna elke stad is er wel zo'n treintje. En ze zitten nog altijd vol ook, hè? We zijn hier op de Place de L'horloge. Dan breek je je tong over. En dit is het stadhuis. We zijn inmiddels weer bij de brug aangekomen. En het is hier een drukte van je welste. Het is nog droog, maar daar begint al wat te komen. En we willen niet zoals gisteren weer drijfnat worden. Dus we gaan nu net nog even iets eerder en op tijd terug. Goedenavond allemaal. Het is nog droog, maar de verwachting is niet al te best voor vanavond en vannacht. Er komt regen aan, er komt onweer aan. Vanmiddag zijn we Avignon in geweest. Leuke stad, hè? Een hoop ja, te zien. Erg leuk. Erg leuk. We hebben al lang nog niet alles gezien natuurlijk. Als het een beetje droog weer is morgen, dan gaan we de stad toch in. Maar de verwachting is niet al te best, hè? We gaan het zien. Regen, onweer. Slechte weer achtervolgt ons. Ja. Ook wij hebben een privéwolk. In elk geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende. Groetjes. Doei.